Probleemwijken is natuurlijk tv-erfgoed en ik wil de serie op mijn manier nieuw leven inblazen. De oude serie gaat in essentie over volkswijken en de paradijsvogels die daar wonen. Naast Woensel West heb ik ook andere Eindhovense volkswijken ontdekt, zoals Stratum. En zelfs in het steenrijke Waalre bevindt zich een probleemstraat. En daar woont Appie. Dat doen we natuurlijk Mein Kampf. Wat snuif je eigenlijk? Dit is snuiftabak. Het is volkomen legaal. Misschien niet op Mein Kampf, maar... Om Poetin nu te begrijpen, moet je de andere grootste debiel die er ooit heeft geleefd op aarde, op Jozef Stalin na, Adolf Hitler, ook kunnen begrijpen. En om Adolf Hitler te kunnen begrijpen, moet je die hersenspinsels, die hij in één boek samen heeft gevat, genaamd Mein Kampf, kunnen begrijpen. Nou, ik ben er ooit één keer aan begonnen. Het valt niet te lezen. Het is onmogelijk als je daar als rationeel denkend mens dan gaat lezen. Je komt er niet doorheen. Nou, zal ik jullie even laten zien hoe je een echte bako maakt. Bako betekent eigenlijk gewoon dat cola alleen voor de kleur is. Kijk, dit is een bako. In de Dominicaanse Republiek noemen ze dat gasolina. Cheers. Ah. Lekker man. Kijk, dit is mijn hobby. Deze dingen verzamel ik. Ik weet zeker dat als ik hier met iemand raak, dat hij nooit meer opstaat. Om, ja, als dat dus niet meer. Dit zijn gewoon keukenmessen, maar ze zijn wel van Damascus staal. Laat hem zo maar komen. Ik weet zeker dat ik hem heel dun ga schillen. Alleen met het draaien moet ik zelf net zo goed uitkijken dat ik mijn eigen niet in mijn flikkers neem. Die dingen zijn net zo gevaarlijk voor mij als dat ze voor iemand anders zijn. Bij Millwall moesten ze vaak bloeden. Nobody likes us and we don't care. Millwall is mijn clubje in Engeland. Dat is wel zo gezellig. Alleen als je daar rondloopt, dan heb je daar ook gewoon 400-500 jaar stadionverbod bij elkaar in één groepje. Een beetje de common people of Londen. Dus niet al die zaken, mogoltjes en zo. Dat is mijn volk. Je hebt mij geen groter plezier doen eigenlijk als dat in mijn tweehandig slagzwaard geeft om een paar Engelse mogolen in te gaan lopen hakken. Kijk, ik had natuurlijk ruzie met een paar mensen. En op een gegeven moment denk ik van we gaan jagen. We gaan jagen op die vuile teringkankerleiers die mij straks hebben aangevallen. En aangezien het donker was, pakte ik mijn nachtkijker en mijn samurai zwaard. En ben ik daar de kraakpanden af gaan lopen. Nou, die jongens mogen heel erg blij zijn dat ik ze die avond niet gevonden heb. Want reken maar dat ze in stukjes in de vuilnisbak hadden gelegen. Dit is de way of the samurai. Hallo? Oh, goedendag. Dit slapen is wel? Ja. En jij gebruikt zelfs geen middelen meer, geen alcohol meer? Heel af en toe. Oké. Mijn vader is eind januari overleden. Oh, ja, dank u. Maar ja, dat is natuurlijk ook voor mijn slaappatroon misschien ook niet helemaal, helemaal goed geweest. Hij kon nog maar amper lopen en zo. En hoe oud was hij? Hij is 72 geworden. De laatste maand soop je een flesje jonge jenever per dag. Om de pijn te drukken. Om de pijn te drukken en ja, om het te... Leven, nee. Oké, dan gaan we nog even weer verder met jou. En jouw stemming klinkt eigenlijk best wel goed. Oh ja, maar ja, ik voel me eigenlijk verder ook goed. Ja. 3,5. Ja, dat snap ik zelf. Maar ja, goed, zoals ik al zei. Maar ik heb een slaapapnee. Wat betekent eigenlijk dat ik vroeger 44 ademstops in 1 uur had. Wat ontzettend veel is. Als ik nou in de krant of zo lees, dan had iemand die had 25 apneus. Waar is dat nou, 25 ademstops? Ik stop gewoon helemaal mijn ademen. En het is net of ik dood ben. En in één keer... Haal ik weer adem. Het
Ging je het ook even over je vader, hè? Ja. Hoe was jouw band met hem? De band met mijn vader was bar en bar slecht. Mijn vader en ik hebben eigenlijk altijd ruzie met elkaar gehad. Mijn vader die wilde op het einde wilde die dood. Hij heeft zijn wens gekregen. Ik heb mijn rust. Mijn moeder heeft zijn rust. Dus het is goed zo. Hij is naar mijn zusje toe, die helaas 10 jaar geleden is vermoord. In India, door een vriend. Waar nog steeds niet lekker zit natuurlijk, want wij hebben geen antwoorden gekregen. We weten wie het gedaan heeft. Hij heeft met zijn kop in India in de krant gestaan en al. Alleen zijn vader die heeft hem een half jaar later of zo op borgtocht vrij kunnen kopen. En naar mijn idee is hij al bijna 10 jaar terug in Nederland. Ik kan ook nog wel vertellen, het is Rem. En ik heb daar ook op de hoek van de straat gestaan met de auto, samen met mijn moeder. En ik wilde verhaal gaan halen daar aan de deur. En mijn moeder zei, nee, doe dat maar niet. En misschien verstandig, want het was waarschijnlijk uit de hand gelopen. Want op het moment dat ik daar aan de deur sta, dan wil ik maar één ding. En dat is weten waar die uithangt. En degene die mij dan tegenhoudt, die gaat er gewoon aan. Ja. Ja, daar gaan we deze voor. Hiermee snij ik hem dan heel zijn fucking kutkop over. Dat was mijn zusje. Hier was ze nog een jaar of 17, 18 op deze foto. Ze is vermoord op haar 35ste. En ja, mijn vader heeft daar nooit een plekje kunnen geven en die is er uiteindelijk aan dood gegaan. Mijn plan is dat er iemand anders aan dood gaat. Als ik die kankerlijer nog ooit tegenkom, dan mag hij hopen dat het aan het publiek is, dat ik hem niks kan doen. Maar echt waar, als die gek in mijn eentje zie, dan gaat je eraan. Ik snij hem helemaal open. En hoe weet je dat hij het zomaar gedaan heeft? Op een gegeven moment kregen we dan te horen dat ze dood was en dat ze vermoord was. En er was DNA onder de vingers, onder de nagels aangetroffen. Dat ze iemand had gekrast. En hij staat met zijn kop op de politiefoto dat hij gearresteerd was, met 3 krassen in zijn gezicht. 1 en 1 is 2, hè? Volgens legio Indiaanse kranten is het duidelijk. De zus van Appie, José, is vermoord door haar vriend. Remco S. verklaarde aan de Indiaanse politie dat hij flauw viel en vervolgens José dood aantrof. Deze verklaring rammelt natuurlijk aan alle kanten. Bovendien stelde hij de politie pas 26 uur na haar dood op de hoogte. Ik heb een brief in handen die José naar haar familie schreef vlak voordat ze werd vermoord. Het land waar ik van droomde om te wonen, India dus, is voor mij nu een nachtmerrie. Als ik alleen het woord India al hoor, voel ik afschuw en haat. Alles draaide om hem. Ik moest me maar aanpassen. Het enige contact dat ik heb met de buitenwereld wordt pas onderhouden als hij dat wil. Ik wil zo niet meer leven. Ik sta overal alleen voor. De brief schetst een beeld van een diep ongelukkige vrouw die vastzit in een vreemd land met een behoorlijk giftige relatie. Ik ben geen misdaadjournalist, maar het zou voor Appie en de familie ontzettend fijn zijn als er weer aandacht aan deze zaak wordt besteed en de vermoedelijke moordenaar op zijn minst gehoord en onderzocht wordt. Dan gaan we nu weer terug naar Appie, want de gasolina's die beginnen ondertussen lekker in te kicken. Honkbal knuppel Stanley met spijkerboom. Honkbal knuppel Stanley met spijkerboom. Stampt die kanker kruiken op zijn neus. Honkbal knuppel Stanley met spijkerboom. Wie zijn de kruiken dan? Kruiken? Weet je niet wat een kruik is? Nee. Dat is een Tilburger. Die noemen ze vroeger de kruikenzeikers. En ik zeg, alle kruiken moeten kapot. En ook dat mag erop. Appie wil zo zelfvoorzienend mogelijk leven en gaat hout hakken. En daar heeft hij een speciaal outfitje voor. Vuur is zo fascinerend om te zien. Wat dat betreft ben ik gewoon nog steeds een vuurvliegje. Ik vind het nog steeds geweldig mooi, vuur. En wat vuur vernietigt en ook weer creëert. Vuur vernietigt natuurlijk de bossen en dergelijke als het in de brand staat. Maar van hetzelfde, als het eenmaal kapot is, dan wordt wel weer vruchtbare grond. Dus vuur vernietigt, maar het creëert ook. Het wakkert ook weer aan dat er weer nieuwe bomen, nieuwe struiken komen. En als er alleen maar, zeg maar van die saaie dennenbomen zijn, is het misschien wel goed dat er af en toe een keer afbrandt. Volgende week is het moment eindelijk daar. Mijn interview met de enige echte Kees Kachel. Het is leuk geweest, maar voor herhaling vatbaar? Nee, echt niet. En zo is me. Hey man, if you wanna get
5 ton bier, of nou, 5 ton is veel overdreven, maar 5000 euro, dan deed ik het niet. Hey Jos, gooi er van mij een frikandel in.